De grote kappa met Swietwatras staat dit jaar voor de 26e keer op het Onafhankelijkheidsplein. De Federatie voor Afrikaanse Renamang staat er al 23 jaar achter, zegt Iwan Wijngaarde, voorzitter van de federatie. Hij geeft aan dat een onderdeel van de voorbereiding is het vervoeren van de kappa naar het plein. Het is een traditie, dus het is niet moeilijk. Die kappa moet schoongemaakt worden, je moet het promoten. Die ingrediënten moeten bij elkaar gebracht worden. Het moet geprepareerd worden in concentraat. En water met waterlijn moet geregeld worden, dat water hier komt. De kappa moet vervoerd worden. Dus dat soort dingen zijn traditioneel. Alleen geef je vaak een ander tintje aan vanwege kritieke zon van kerk. Dan ga je antwoord geven erop. Maar ik moet zeggen, wij gaan strak door. En Maëlle, we hebben het genoemd Maëlle Swietwatra, omdat zij de founder is van dit, zou je zeggen. Om het nationaal karakter te geven. Het bestaat al honderden jaren. Maar het nationaal karakter is van 26 jaar geleden. En wij hebben enorm veel waardering voor het initiatief van haar. Om het van die Bagadoro te brengen naar Visdoro. En van Visdoro naar Nationaal. Dat vinden we geweldig. Dat is zodat we staan, even sterk staan met alle andere etniciteiten in het land. Alle andere geloven. Voorzitter Wijngaarde zegt verder dat de achterliggende gedachte van een Swietwatra Wasi op Oroyari is dat het al het negatieve van het Haas afgelopen jaar wordt weggewassen, zodat het positieve meegenomen kan worden in het nieuwe jaar. Het is een eeuwenoude traditie die wij als afstammelingen van de slaven in stand moeten proberen te houden, zegt Wijngaarde. Van onze voorouders al honderden jaren aan is het je verschoont je van alle vervelende dingen die het afgelopen jaar gebeurd zijn. Je was ze weg, zodat je een schoon lichaam hebt om dat nieuwe dingen erin komen en dat het nieuwe jaar met frisse moed kan opstarten. Dat is de gedachte erachter. En dat moeten we behouden als etniciteit in het land. En de Verenigde Naties staat achter dit soort dingen. Dat culturen niet verloren mogen gaan. Dus al hebben we nog zoveel tegenwerking, wij zullen doorgaan omdat de Verenigde Naties toch wel een wereldorganisatie is die kijk heeft over de hele wereld, over dit soort zaken. En dat vinden we fijn en dat respecteren we en dat voeren we ook uit. Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaanse Renamang. Hij sprak vanmorgen tijdens de 26e editie van de Swietwatra Wasi op het Onafhankelijkheidsplein.